Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag de volle maan. Volle maan in weegschaal, 25 maart. Maar ook deze volle maan is met een maansverduistering. Dus het eclipsseizoen is echt van start gegaan. Um, daar zal ik dadelijk iets meer over gaan vertellen. Ik ga eerst even er dieper op in wat de eigenschappen van de weegschaal zijn. Um, we kunnen dus denken bij een weegschaal aan het stukje van gezelligheid houden, mensen om zich heen hebben, lekker kunnen kletsen. Um, vooral het stukje ontspannen sfeer om zich heen hebben. Want blijkt ergens een ja, sfeer te veranderen dat het gespannen zal zijn, dan gaan ze deze eigenlijk het liefste uit de weg. Um, nu. Krijg ik best wel wat vragen ook over die uh, elementen van de volle maan en de nieuwe maan. Ja, het staat in bijvoorbeeld dit keer weegschaal, maar ik heb geen weegschaal in mijn chart staan. Nou, lieve kijker, dit is gewoon een algehele energiestroom die iedereen zal raken. Dus ongeacht of dat jij een weegschaal in jouw chart hebt staan, ja of de nee, zal dit qua energiestroom ook jou kunnen bereiken. En mocht je het ook nog in jouw chart hebben staan, dan kan het dus extra aangeprikt worden qua energie. Deze volle maan is dus in weegschaal Vraag je ook echt om te kijken waar in het leven je balans hebt en welke delen van je leven niet in balans zijn. De focus gaat voornamelijk dus op het stukje relaties en partnerschappen in deze aspecten van de volle maanstand. Um, denk dan ook vooral aan wat heb je nodig. Maar wat hebben ook je dierbaren in, ja, die dierbaren in jouw leven nodig? Uh, ook mag jij het eigen, eigen stukje gevoel onder de loep gaan nemen. Vooral mag je gaan evalueren of jij uh, je eigen weg hebt gecijferd voor de behoeftes van een ander. Denk je wel genoeg aan jezelf? Of ben je oppervlakkig geweest als het gaat over je uiterlijk bijvoorbeeld? Um, we hebben natuurlijk best wel een periode gehad van naar binnen gekeerd zijn. Hè? Uh, nu wordt het mooiere dagen, we trekken er weer meer op uit. Um, ben je dan ook bezig om je haren weer een keer lekker uh, goed te verwennen of lekker naar de kapper te gaan? Of um, ja, geen idee wat jij ervoor nodig hebt om ook echt de aandacht aan jezelf te geven. En dan hoef je natuurlijk niet helemaal tip-top in orde te zijn hè? met de aandacht aan jezelf geven. Maar het voelt voor mij heel erg dat in het collectief veld de energie heel ver buiten jezelf heeft gelegen om anderen te plezieren. In de zin van. Oh, ik, oh, ik doe er wel even. Oh, zal ik dit dan even doen? Of um, kom jij hier dan naartoe? Kook ik voor jou? Of zal ik dit meebrengen bij de winkel? Kan ik nog iets voor jou doen? Waardoor je eigenlijk alle tijd aan een ander gespendeert. Terwijl dat ook tijd is om jezelf een keer te pamperen. Want. Jij mag dat ook gewoon ontvangen. En de periode die dus nu ook gaat komen, is ook een periode waarbij jij dus um, dat gaat ontdekken. Wat heb jij nodig? Vind je dat fijn om meer tijd voor jezelf te hebben? Dan probeer dan ook gewoon dat tijdsbestek in te gaan plannen in je agenda. En dan hoor je ook heel vaak: van ja, ik heb er geen tijd voor. Ja, nee, mijn leven is te druk. Je doucht ook. Je, voor mijn part, uh, weet je, ga je vijf minuten langer douchen. dat je op dat moment met bewustheid even je bubbel pakt. Even gaat voelen wat heb ik nodig wat, wat kan ik eraan doen? Welke verwachtingen leg ik mezelf op? Maar welke verwachtingen geef ik ook aan een ander? Kan ik hier een doorbraak in creëren of niet? Of ben ik bang dat anderen daar iets van vinden? Um, dus vooral ook kijken, wat heb jij nodig? Uh, intense emoties kunnen er voelbaar gaan zijn, omdat er zomaar een verandering plaats kan gaan vinden. En veranderingen is iets waar je niet heel fijn zult gaan vinden de komende periode. Maar ook daarin geven die veranderingen ook weer de ruimte om de schoonheid van het leven weer te gaan zien. En vooral als we dan gaan kijken met het stukje maandverduistering, ook wel eclipse genoemd, um, dat is eigenlijk, wat is eigenlijk een maandverduistering? Hè? It, even kort door de bocht: bij een maandverduistering valt eigenlijk de schaduw van de aarde over een zichtbare oppervlakte van de maan. Um, meer kun je er eigenlijk niet van maken. Dus een volledige maandverduistering heet ook wel een, een bloedmaan vanwege de rode gloed, oranje gloed, die er dan eigenlijk ja, teweeg brengt als dus die. Schaduw van de aarde over het zichtbare deel van de maan verschijnt. Of ja, vo voortdoorschuift eigenlijk. Um, eclipsen zijn ook een voorbode van veranderingen en luiden dus eigenlijk transformatie in. Nu heb ik het natuurlijk. Um, Vorig jaar, eind van het jaar met de eclipse seizoen, ook gezegd: heeft, ja, dit is een periode van ongeveer zes maanden, er gaan grote veranderingen plaatsvinden. Nu heb ik ook van heel veel verhalen teruggehoord van inderdaad, er zijn enorme veranderingen plaats gaan vinden. En dit heeft best, best wel het een en ander teweeg gebracht in mijn uh, dagelijks leven. Uh, waardoor ik ook even zoek geraakt was met het pad waar ik naartoe mocht gaan. Maar door in te gaan voelen wat jij nodig hebt is daar weer een nieuw zicht op gekregen. Uh, die verduistering zorgt er dus ook voor dat uh, wat er in de schaduw leeft, wat zeg maar toen ook met dat vorige eclipse um, actief was, dat dat gaat worden onthuld. En dan hoeft dat niet in dit aspect een hele um, zware onthulling te zijn, maar dat zou wel kunnen. Er gaan dus zaken aan het licht komen dat uh, tot nu toe eigenlijk in het duister hebben gezeten. Um, daar hoef je zelf niks voor te doen. Want de maandverduistering is enorm krachtig en zorgt er eigenlijk voor dat je een energetische reiniging krijgt van alle emotionele ballast um, wat je met je meedraagt. En soms is dat op een zeer harde manier en soms ook heel abrupt. Maar onthoud wel dat dit alles wat er eigenlijk nu gaat komen het beste is voor jou. Emoties en uh, zaken, ook uh, materiële zaken die jou niet meer dienen, mag je dus nu los gaan laten. En als je dit niet zelfbewust doet, dan zal het universum dus je een steuntje in de rug gaan geven tijdens dit uh, eclipse -seizoen. Nu hebben we dus binnenkort ook een nieuwe maand nog met de zonsverduistering. Er zal dan een aparte video nog uh, voorkomen. Dat is in april, als ik me niet vergis. Begin april ergens. Ehm... Um, maar als we dan gaan kijken, hè? als jij er dus zelf het niet in gaat zetten, uh, dan krijg je dus dat steuntje in de rug, dat stukje torenmoment wat uh, in de tarot vaak naar voren komt. Hè? Um, dit is eigenlijk een soort domino-effect, want een eclipse komt niet alleen. Dit is een eclipsseizoen. daar heb ik al eerder dus over gesproken, en een eclipsseizoen opent een energiestroom van positieve productiviteit en Activiteit, een flow waarop jij als persoon eigenlijk op mee zou kunnen liften. Maar om op die flow mee te kunnen liften, moet je dus wel eerst door die maanverduisteringen heen zijn gegaan en alles wat jou niet meer dient los te laten. En als je dat hebt gedaan, dan zul je ook die verandering door kunnen pakken en kun je dus de positieve energie van een eclipseizoen ook gaan gebruiken. Uh, het is dus wel zo dat we moeten blijven vertrouwen dat alles wat ja, zich in het leven eigenlijk ont ontvouwen is. Um, transformatie en verandering, allemaal bij het leven hoort. En dat is eigenlijk allemaal om ons naar het hogere doel te leiden. Ons eigen ik te worden, je unieke zelf, uh, hoe jij het dan ook een naampje wil geven, daar gaat het eigenlijk allemaal om. En als er in dat unieke stukje op dit moment nog een relatie of een situatie of een pijnstuk voor zit, ja, dan komt die shit naar boven. Dan wordt dat aangekeken. Kijk je het niet aan, ja, dan zul je in een zware periode tegemoet gaan komen, uh, want de eclipseizoen zal de volgende eclipseizoen... wat dus ergens november is, als ik me niet vergis, oktober-november, uh, die gaat dan vervolgens weer dat wakker schudden en brengt het weer naar de oppervlakte. Dus doe er echt je voordeel mee, want sommige mensen zeggen ook wel eens van ja, hoeveel shit kan een mens over zich heen krijgen? Ja, hoe lang blijf jij in cirkeltjes draaien? Hoe lang blijf je je eigen vergiftigen? Hoe lang blijf jij in een ongezonde situatie? Als je daar de zicht op gaat krijgen dat je zelf de touwtjes in handen hebt voor een doorbraak te creëren, dan kun je ook met oprechtheid zeggen van oké okay, shit, ik heb het inderdaad zelf al die tijd ook wel in een bepaalde vorm gegoten. Die niet gezond was. En dat kan zijn omdat je bang was of angst had voor hetgeen wat er komen zal gaan. Of um, misschien niet bepaalde middelen hebben om door te pakken. Stel dat je in een relatie zat, maar niet de middelen had om zelfstandig op je eigen benen te kunnen staan, omdat je afhankelijk was financieel gezien, kan allemaal. hè, er zijn allemaal aspecten wat bij veel mensen meespeelt. Vooral als je dan gaat kijken hoe duur het leven tegenwoordig is, wat je allemaal moet doen om een beetje normaal rond te kunnen komen. Um, er zijn allemaal elementen wat meespeelt en het is dus nu aan jou. Um... Wat jij kunt, ja eigenlijk, wat, welke blokkerende energie brengt nou dus die maandverduistering op dit moment dadelijk aan het licht? Hè? Uh, hoe kun je die informatie tot je nemen, goed gaan gebruiken en ombuigen dus naar het positieve stukje? Um, houden andere mensen je tegen of hou je jezelf bijvoorbeeld tegen? Uh, waar stroomt energie bijvoorbeeld niet meer in de juiste frequentie... en waar stroomt het wel? Hoe zou je het willen ervaren en hoe kun je dit vorm gaan geven? En welk gevoel geeft een blokkerende energie jou? Kun je dit herkennen? Is dit een energie wat je al vaker hebt gevoeld? Dat je zoiets hebt nu van, oké, okay, aha, ik herken het. Dit is waar Sandra het over heeft gehad... en dit is dus die blokkerende energie... en dat cirkeltje waar ik elke keer ronddraai die ik mag doorbreken... Um, dus het stukje herkennen van energie herkennen van blokkerende energie zal jou ervoor kunnen ja, zorgen dat je dit ook op kunt gaan lossen dus als we dan gaan kijken hè, uh, wat een periode met al deze elementen met zich mee gaat brengen is dat dingen dus naar het licht gaan komen um, elementen wat um, doorgebroken mag worden losgekoppeld mag laten of mag worden gelaten. En dat stukje loskoppelen is dus best wel. Um, ja, dat kan intens zijn, maar hoeft niet per se intens te zijn. Nu zijn er best wel ook wat rituelen die jij toe kunt gaan passen. Bepaalde uh, uh, opschoningsrituelen. Maanontkoppelingen uh, in de zin van. Met die, uh, vooral met zo'n krachtige energie die er nu is, kun je dus best wel. Uh, gebruik van maken om te ontkoppelen, om het oude zeer los te laten. Pijnstukken, schrijf het op. En uh, maak er een ritueel van dat je buiten bijvoorbeeld die brief verbrandt en dat je het teruggeeft aan het universum. Uh, nu is het ook doordat die energie zo extreem krachtig is in combinatie met die maansverduistering, ga maanwater maken. Dan denk je, mensen, waar, waar heb jij het over? Nou, zet een fles. Um, uh, ja, een doorschijnende fles water buiten neer, of zet er meerdere neer. En laat dit echt in het licht van de maan staan. En dit zorgt ervoor dat die intense energie, met die eclipse erbij, dus ook de flow in een positieve zin in dat water neer gaat zetten. En ik zeg in een positieve zin, want al is het de mogelijkheid, of de kans zit erin dat jij. Een relatie misschien los gaat laten of een pijnstuk los gaat laten. Het is wel zo dat de uitkomst is dat jij je eigen fijner gaat voelen. Dat jij je vrijer gaat voelen. En die maanwater kun je dus elke dag een, een glas van pakken. Met die intentie ook van oké, okay, ik laat los. Ik ben het waard. Ik mag het ontvangen. Het mooie mag naar me toe komen. En als je dit zo elke keer doet uh, tot de volgende maan energie weer is. Uh, dan kun jij heel veel krachtige energie teweeg gaan brengen. Het is vooral het stukje mindset. En uh, nu zeggen sommigen ook van ja, het stukje manifesteren, ja het lukt me niet. Het, het gebeurt niet. Het, uh, ja, ik herken dat, want ik manifesteerde eerst ook vanuit een verkeerde energiestroom. En als je op een gegeven moment in de juiste energiestroom zit en je snapt de hele clue van positief manifesteren. En niet vanuit een blokkerende energie. Dan kun je heel snel iets teweeg brengen. Nu heb ik ook van heel veel mensen op de besloten Facebook al te horen gekregen. Eigenlijk de afgelopen periode via een DM van God. Ik heb gemanifesteerd en ik heb nu al een sollicitatiegesprek. En ik ben nu al aangenomen. Ik heb gesolliciteerd en ik heb nu al een huisje terwijl er eigenlijk geen mogelijkheid was dat ik iets op korte termijn zou vinden. Allemaal van die positieve berichten. En dat is dus eigenlijk waar, ja, waar we op zitten te wachten. Waar, in welke energiestroom jij mag gaan komen. En als jij dit gaat volhouden, ja, dan kun je echt iets heel moois teweeg gaan brengen. Dan kun je echt iets heel moois gaan creëren. En dus ook met dat maanwater kun je iets heel moois gebruiken qua flow en stroming. Alleen heel veel mensen zien bepaalde maan-energieën soms echt ook als het stukje negativiteit. Terwijl dat absoluut niet hoeft te zijn. Je mag dit wel. Je kunt het zo ervaren omdat je door een bepaalde schaduwzijde gaat, eerst. Maar uiteindelijk als het licht weer aan die einde van de tunnel gaat schijnen en je ziet in wat voor moois ervoor terug gaat komen, dan, dan, dan ervaar je dat niet meer zo. Dat is hetzelfde als dat jij. Uh, als, als ouder, vooral als vrouw, als jij een kind gaat krijgen, dan zeg je: Oh, bevalling nooit meer, nooit meer. Oh, deze zonpijn. En dan heb je een week die kleine in je arm en dan denk je van: Oh, waar heb ik mij eigen druk om gemaakt? Je weet het al gewoon niet meer. Het is alweer vergeten. Ja, bij sommigen zal het wel wat langer natuurlijk in hun systeem blijven. En vooral als we het dan over traumatische bevallingen hebben. Dat, daar heb ik het op dit moment dan even niet over. Maar gewoon het voorbeeld van dat. Als jij het um, positieve stukje erin ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan verzwakt dat negatieve stukje best snel weg op de achtergrond. En dat is dus eigenlijk het hele element van positief blijven um, in elke periode. Ook al is het negatief, um, haal er ook je voordeel uit. Probeer dan te evalueren wat voor element of boodschap of, of les. Mag ik hier weer uithalen? Wat is het voordeel? En deze boodschappen zul jij krijgen. En dit kan dus in meerdere facetten dan ook tijdens deze volle maan energie met die maandverduistering naar voren gaan komen. Um. Maar dat is dus natuurlijk voor iedereen in een ander gebied, andere situatie. Uh, Eclipseseizoen is dus echt van start gegaan. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Stel dat er iets aangeprikt gaat worden wat intens is. Ga er doorheen, want het voordeel ligt aan de andere zijde van dat pijnstuk, van die schaduwzijde, waar jij alleen maar blijer en gelukkiger zult zijn. En dat is wat ik iedereen gun: dat jij het hogere, ja, dankbare stukje leven mag gaan voelen en ervaren. Um, zoals je merkt, um, is dit een iets andere video geworden als normaal. Nu heb ik natuurlijk niet. Uh, het beeld wat ik normaal heb, uh, dit komt eigenlijk omdat ik vandaag geen kaarten ga leggen. Omdat dit eigenlijk al een hele belangrijke boodschap was om dit zo over te brengen. Nu probeer ik wel aankomende week nog even uh, te gaan zitten om uh, nog voor de volle maan uh, ook nog een legging te doen, maar. Uh, aankomende vrijdag um, doet mijn zoon mee met een um, landelijke wedstrijd. Um, ja, echt wel de kampioenschappen. Dus daar ben ik de hele dag dan te vinden. En ik heb zelf de 23e een cursusdag staan. Dus ik ga heel even kijken hoe ik het allemaal vorm kan geven. Wat ik wel kan opnemen en wat niet. Maar ik wilde deze energie sowieso jullie niet onthouden. Want het is zo'n krachtige energie wat er komen gaat. Uh, waar je wel van op de hoogte dient te zijn. Um, dus vandaar dat ik het wel even ja, nu al online ga zetten. Zodat je op de hoogte bent wat er allemaal gaat komen. Uh, nu heb ik natuurlijk ook de video al online gezet van die lente-equinox. Uh, daar gaat de komende drie maanden ook best wel wat spelen. Er gaat nog Mercurius deze maand retro. Of ja, deze maand. Uh, 1 april gaat die retrograde lopen. Um, daar zet ik eind deze maand ook een video van online. Dus er gaat best nog wel in het energetisch veld wat verschuiven. Uh, en niet alleen in maart wat het een en ander nog met zich mee gaat brengen. Maar ook echt nog um, ja, in de andere maanden die er gaan komen. Veel retrograde standen die er nog door gaan komen. Um, wat ik ook al zei. Hè, we krijgen dus nog die nieuwe Maanenergie in ramp met die totale zonsverduistering op 8 april. Uh, alles gaat online komen. Um, wat daaraan gekoppeld zit, ik hou jullie op de hoogte. Maar voor vandaag sluit ik dus even deze video af. Um, ik hoop dat, ondanks dat ik dus geen kaarten leg op dit moment, dat het voor jullie toch. Een voldoening geeft met de energie. En boodschappen die ik heb door mogen geven. Laat vooral ook een berichtje of een like achter. En um, als je dit wel fijn vindt of niet fijn vindt. Dan weet ik ook of dat ik dit misschien vaker kan gaan doen in de toekomst. En dan wens ik jullie een hele mooie dag toe. En tot de volgende video. Doei doei!